En dit is natuurlijk waar het eigenlijk allemaal om gaat, want dit is Cares. Op een gegeven moment een twijfelaar en dat je in, toen je nog niet samenwoonde, heeft. Dat is mijn geboortekaartje van toen ik geboren ben. Kijk naar een nieuwe video op kellycaressen.nl. Ik ben nu niet thuis. Ik ben op een andere plek. Ik ben namelijk bij mijn ouders thuis. En ik ben op de oude slaapkamer van mezelf. Hier achter Sila. Ik ben op de oude slaapkamer van mijzelf. Van mijn vierde levensjaar tot mijn 20ste of zo. 21ste, 22ste, 21, 22. Heb ik hier geleefd, gestudeerd, mezelf opgemaakt, karaoke gedaan, posters van alle artiesten opgehangen en alles gedaan wat je in je jeugd doet in je eigen kamer. En ik ga jullie vandaag een room tour laten zien. Mijn ouders, hij is niet helemaal zoals hij was. En nu hebben ze er een kamer van gemaakt voor Lana om te logeren. Want slaapt Amy op een ander bedje als ze hier logeren. En Lana hier. En ik ga nu laten zien hoe het er hier nu uitziet. Doe alvast een duimpje omhoog. Gaan we gewoon kijken. Nou, dit is de deur waar ik altijd door binnenkwam. En de voeten die je hier ziet, die hebben we erop geschilderd toen ik 5 was. Toen mocht ik van mijn vader over de deur lopen, die toen plat lag natuurlijk. En ging ik eerst met mijn voeten in de verf. En daarna gingen mijn voeten. Liep ik over deze deur. En dat is wel grappig, want dit is mijn hand en dit was mijn voet toen. Dus dat is natuurlijk wel heel klein. En dan heb je hier handjes. Dus deze handjes heb ik er toen ook op gemaakt. En nou ja, nu is dit mijn hand en toen was dat het. Dus dat is wel een groot verschil, maar ja. En toen snapte ik het nog niet zo heel goed, dus toen veegde ik dat behoorlijk uit. En dan is dit de kamer. Het is een zolderkamer. En dit was mijn, mijn heilige make-up hoek. Wat echt fantastisch was. Dat heeft mijn vader al gemaakt toen ik 4 jaar was. En begreep toen al dat ik waarschijnlijk echt dol was op make-up. Maar we beginnen even hier. En hier staat mijn kledingkast. En die had ik toen ook, dus het is dezelfde. Toen was die muur helemaal donkerpaars. Dat heeft mijn vader nu wel weer wit gemaakt. Maar echt gewoon bijna zwart. Zo donkerpaars was het. En ik had toen ook allemaal lila en allemaal dat soort kleuren. En dan had ik een hele grote kast. Want toen was ik al shopverslaafd. Hey, en dit ben ik. En dit is niet, heb ik er toen niet gehad. Maar dat hebben mijn ouders hier opgehangen. En hier stond toen ook mijn bed. Het is een ander bed. Ik had toen een twijfelaar en daarvoor wel een eenpersoonsbed. Maar het was een ander bed. Maar die stond dan hieronder, onder de dakraam, zeg maar. En daarachter stonden dan ook allemaal nog spullen. Nu nog steeds, maar nu niet mijn spullen. En dan had ik hier ook een nachtkastje. En deze stoel hebben we toen ook geverfd. Toen ik mijn kamer roze mocht verven, zeg maar. En dat is dan met goud, want ik was toen al helemaal van de roze en moest allemaal heel girly. En mijn ouders hebben nou voor Lana dit dan neergezet, omdat ze dat natuurlijk helemaal leuk vindt. Maar dat had ik toen niet. Dus hier stond toen ook mijn bed. En op een gegeven moment een twijfelaar. En daar heeft Yannick, toen we nog niet samen woonden, heeft Yannick natuurlijk ook regelmatig geslapen. En daar staan wat knuffels. En hier ligt de knuffel die ik vroeger altijd had als lievelingsknuffel. En nu slaapt Lana er altijd mee als ze bij mijn ouders slaapt. En ook als ze wel eens hier een dag is en ze doet een middagdutje. Slaapt ze ook met Chefke, heette die. Dus dat is wel heel erg leuk om erbij te vertellen. En dat hart had ik ook ooit een keer gekocht. Toen ik mijn kamer ging restylen, had ik van mijn eigen zakcentje dat roze kus gekocht. En dat is er nog steeds. En dan heb je hier dus het aparte gedeelte waar ik mijn make-up altijd deed. En mijn haren, feunen en dat soort dingen. En dan had ik hier zeg maar allemaal laadjes met mijn ondergoed. En het bovenste laadje ook allemaal make-up. En ik had toen hier allemaal van die kastjes staan met al mijn make-up erin, zeg maar. Dus hier zat ik iedere ochtend altijd. Dat had ik toen al vond ik toen al helemaal leuk. En hier is dan een kraan waar ik dan altijd mijn tanden poetste en zo. En hier stonden dan altijd mijn make-up of mijn crèmes en al dat soort dingetjes. En wat je hier ziet is mijn naambadge van toen ik nog bij de Efteling werkte. Met Kelly erop. En dit is een mok. En dit had ik toen ook zelf. Dit hebben we toen meegenomen bij Lourdes. We zijn een keer naar een bedevaartsoord gegaan, Lourdes. En toen nam ik dit heilige water mee. Dit kreeg ik ook een keer ergens. Dat ging ik dan verzamelen. Het is er nog steeds. Ja, en dit is natuurlijk waar het eigenlijk allemaal om gaat. Want dit is Cares. Of eigenlijk Cares moet ik zeggen. Onze hond. En dat was eigenlijk een soort zusje van mij. Toen ik 16 was, is die overleden. En dat was echt mijn beste. Ja, dat was echt een soort van zusje.
Uiteindelijk is mijn bedrijf ernaar vernoemd, dus dat vind ik wel heel erg mooi. Maar dit is dus Caris. Deze roze kam dan ook, die had ik vroeger al. En dit is nog een make-up doosje. En de rest zijn eigenlijk allemaal producten van mijn ouders nu. En hier had ik ook, in die kast had ik ook van alles zitten aan make-up en feuns en weet ik veel allemaal. Een disco ball, dat was toen ook helemaal rot, dat moest toen helemaal. En de kroonluchter. Want ik, ja, dat was natuurlijk ook helemaal, moest helemaal prinsesserig zijn. En wat ik dan hier ook nog vergeten ben te laten zien, is mijn geboortekaartje van toen ik geboren ben. Mijn naam is Kelly en ik heet officieel Kelly Corinne Justine. Dat is mijn doopnaam. En dan staat er, dan zie je hier, zeg maar, mijn broer die is 5 jaar ouder. En die staat dan hier te kijken dat zijn zusje geboren is. En dan staat er hier, mijn zusje is geboren, iedereen is in zijn sas, maar ik het allermeest, want de oudste, dat blijf ik, Bas, mijn broer. En hier in mama's buik kwam ik tot leven. Nu wil ik mijn broertje een handje geven. Mijn naam is Kelly. Ja, dat is wel heel erg leuk. Dus dit was mijn kamer vroeger. En nu mag Lana hier af en toe slapen. En dat vindt ze echt super leuk. Ik weet trouwens ook nog wel dat ik hier heel vaak ging ik op bed staan. En dan ging ik hier uit het raam kijken. En dan kon ik echt uren kijken. En gewoon kijken eigenlijk. Dus dat was mijn kamer. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vertel even hoe jouw kamer eruit ziet of uitzag. En wat jij allemaal had en wat je herkent en zo. Vind ik leuk om te lezen. Dankjewel in ieder geval. Doei!